De vertrekhal van de Johan Adolf Pengel luchthaven staat vanaf vandaag officieel onder beheer van de NV Luchthavenbeheer LHB. De overdracht heeft vanmiddag plaatsgehad middels de ondertekening van een overeenkomst door SLM-directeur Robbie Lakshmi Singh en LHB-directeur Vijay Chotkan. Laatstgenoemde sprak van een grote, maar bovenal belangrijke uitdaging voor de NV Luchthavenbeheer, de airport management en zeker ook voor de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Hiermee wil ik u aangeven, dames en heren, dat beide organisaties met straks de overdracht één richting hebben gekozen om als trekkers binnen de luchtvaartsector met ondersteuning van alle andere actoren deze sector naar grotere hoogtes te kunnen brengen. De snelle ontwikkelingen, dames en heren, die de luchtvaartsector internationaal meemaakt, noopt ons, maar vooral ook de regering van Suriname, om een aangepaste richting te kiezen. Anders gaan wij als spelers achterraken. Zo heeft ook de airport, waar we vandaag bij elkaar zijn, doelen gesteld die verwezenlijk zullen worden. Wij denken aan de verdere modernisering van de bestaande faciliteiten, het opzetten van andere faciliteiten, het upgraden van onze cargo faciliteiten om te kunnen voldoen aan de 100% controle, het opzetten van een perimeterfence van 10 kilometer, het upgraden van onze beveiligingssystemen, het upgraden van de commerciële diensten en zo aanstonds, heer directeur, het beheer en de exploitatie van de vertrekhal erbij. Chotkan memoreerde dat door bepaalde omstandigheden de toenmalige minister van DCT in 1994 SLM de mogelijkheid had geboden om te investeren in een vertrekhal. Anno 2016 zijn de omstandigheden volgens Chotkan gewijzigd en heeft de huidige minister van DCT, Andy Rusland, besloten de vertrekhal onder beheer van de LHB te brengen. SLM-directeur Lakshmi Singh gaf aan dat naast de vertrekhal de SLM ook de Suriname Air Cargo, Suriname Ground Handling Services en Suriname Airways Catering als business units op de luchthaven heeft opgezet. Door deze scheiding in de bedrijfsvoering werd het duidelijk zichtbaar dat deze nieuwe activiteiten geen belasting vormden voor de SLM als luchtvaartmaatschappij, maar belangrijke positieve bijdragen leverden aan het bedrijfsresultaat. Dit in het bijzonder zeer van belang bij terugvallende resultaten van het luchtvaartbedrijf. Deze overdracht van de vertrekhal kan voor de SLM een aderlating worden genoemd. Echter geldt dit niet voor de sector. Door de vertrekhal aan een zusterbedrijf over te dragen, vergelijkbaar met de verschuiving van verantwoordelijkheden binnen een gezin, zonder het gezin als geheel te schaden. Zo. Ook binnen het gezin hebben kinderen verschillende rollen. En zo ook de SLM als national carrier. En NV Luchthavenbeheer als luchthavenautoriteit, die wat haar rol betreft meer de faciliterende rol heeft, waardoor het beheer van de vertrekhal haar meer ten goede komt. SLM-directeur Lakshmi Singh, die de aanwezigen nog meegaf dat hij onlangs in deze rijdende trein is gestapt en dus niet zo lang betrokken is geweest bij de voorbereidingen van deze overdracht. Voor Lakshmi Singh is het echter belangrijk dat de vertrekkende passagiers goed worden behandeld, zodat zij met graagte terugkeren naar Suriname. Minister Rusland gaf aan dat de gedachtewisseling om te komen tot deze overdracht niet altijd makkelijk is geweest. Er is hard geweest met standpunten lijnrecht tegenover elkaar. En ik zeg, dat is niet erg. Het zou erg zijn als we het zo gelaten hadden. Maar we hebben met elkaar in het belang van de luchtvaartsector en in het belang van Suriname toch wel met elkaar overeenstemming kunnen bereiken om deze mijlpaal vandaag met elkaar samen te aanschouwen. Wanneer wij zeggen dat wij
het toerisme willen ontwikkelen, dan komt het niet van een leien dakje rollen. Dan komt het niet voor onze voeten op een blauwe maandag. Helemaal niet. We zullen de voorwaarden moeten scheppen om het toerisme die push te geven die noodzakelijk is. En om het toerisme te ontwikkelen op basis van de potentie die wij als land hebben. En we hebben het traject ingezet. En ik mag u zeggen dat vele mensen ervan uitgingen dat wij de omgekeerde weg volgden. Omdat wij het toerisme zouden ontwikkelen. Maar we zijn bezig met andere dingen, helemaal niet. Wanneer je toerisme ontwikkelt, moet je op de eerste plaats kracht hebben om mensen naar Suriname te brengen. Dat betekent dat je transportsector en deze luchttransport moet goed ontwikkeld zijn. TCT-minister Andy Rusland. Hij sprak vanmiddag op de internationale luchthaven Sanderij bij de overdracht van de vertrekhal door de SLM aan de LHB. De bewindsman verzekerde de vakbond bij de SLM nog dat dit niet zal betekenen dat er arbeidsplaatsen verloren zullen gaan.